Woensdag 24 juni 2009, standhoudersbijeenkomst van de Hortiver in gebouw De Leggeakker, het kantoor van de Hortiver. Ja, ik ben van kapitein Brezant, bloembollen, bloembollen export. Mooi bedrijf, staat altijd op vaste plek in hal 7. Ja, dat klopt helemaal, ja. Wij prolongeren ons gewoon onze normale programma's zoals we elk jaar presenteren met Santadesjas en een stukje droogverkoop presentatie. En ook nog noviteiten? In de groep Santadesjas komen ongetwijfeld noviteiten voor het voetlicht staan. Ja. We staan hier op locatie bij de Gebroeders Sol in Heerhugowaard met Theodor Knook. Directeur-eigenaar van Knook Energy Solutions. Een bedrijf dat nieuwe producten levert voor de tuinbouw op het gebied van energie en emissiereductie. Theodor, heb je al wat doelen bepaald voor de komende beurs? Nou ja, kijk, de doel van de komende beurs is weer opvallen. Dat is gewoon bij ons, als wij een stand neerzetten, maar niet uit hoe groot of klein die is, het doel is opvallen. Nou, dat proberen we aankomende Hortiver weer te doen. De stand is klaar dus. Je bent gegroeid de afgelopen jaren op de beurs? Ja, wij zijn aardig gegroeid de afgelopen jaren door innovaties. Klopt. Nou, dat is altijd het hot item op de Hortiver, innovaties. En zo zien wij de Hortiver, echt als lanceringsplatform. Peet van Ruiven, nieuwe standhouder op de Hortiver 2009. Peet, waarom toch tot deelname besloten? Omdat de Nederlandse markt natuurlijk verzwakt, voor ons dan. En we ons toch meer gaan richten op het buitenland, nog meer. En daarvoor hebben we gekozen voor de Hortiver, want dat is de enige locatie voor het buitenland te bereiken. Hebben jullie al plannen voor de komende beurs? Ja, we hebben wel plannen om daar op de dus crisis en daarop in te spelen. Eigenlijk dat bedrijven steeds effectiever moeten gaan werken. Ik ga wel dit keer wel een stand bouwen en ook met wat muziek erbij. Maar wel het vrolijke, dat wil ik wel daarbij brengen. NAC Tuinbouw, heb je al plannen voor de komende beurs met de NAC Tuinbouw? Dus we gaan onze stand, wat eigenlijk uit 3 deelnemers bestaat, gaan we opsplitsen in 2 delen. Enerzijds kwekersrechtonderzoek, anderzijds registratieonderzoek. Samen ook met de VKC, hè? En drie clubs naast elkaar. Ja, klopt. Ik snap er niks van. De Gebroeders Sol hebben gekozen voor onze rookgasreiniger. De belangrijkste item was om zuivere CO2 te krijgen. En gezien dit een volledig geautomatiseerd proces is, hebben ze de CO2 verdeelsystemen onder de transportbanden gelegd en om zo de CO2 bij de planten te krijgen. Ja, wij zullen dit jaar weer een innovatie inbrengen om mee te dingen naar de Innovation Award. Nou moet je inderdaad, nu moet je ook zeggen welke innovatie je inbrengt. Ja, ik zou zeggen kom naar de Hortiver en zie het. Ja, ook, Herman, je komt natuurlijk ook naar de Hortiver. Ja, ieder jaar komen wij op de Hortiver. Ja. En met welk doel, waarvoor vooral? Nou, ja, kijk, als je plannen hebt om te gaan investeren, of dan ga je gericht naar bepaalde zaken wel kijken. Het is niet dat je nou beslissingen neemt op de Hortiver, maar je doet kennis op en je vergaart de kennis. Ja. Theodor, hij bezoekt toch ook wel jouw stand, hè? Daar gaan we wel vanuit. Vanuit, zeker weten toch? Theodor, nogmaals bedankt. Ja, bedankt. We houden contact, hè? Ja, goed. Okay. Goed.